Oké. Ik vind het een enig... Zijn het nou gewoon... Twee lama's? Holy shit! Gast! De cirkel komt eraan, maar... Holy shit! Hallo? Welkom bij de video. Nieuwe video. Mijn naam is Max en vandaag speel ik weer Fortnite, want ja, ik kan niks anders uploaden, want views. Nee, grapje, ik maak maar een grapje, jongens. Welkom bij de video. Vandaag zit ik in weer het naamloze stadje waar ik laatst best wel vaak naartoe ga. En ik heb mijn muik t-shirt aan. Ik heb het een aantal keer laten zien net, maar ik ga hem ook gewoon vaker dragen, jongens. Ik ga hem binnenkort in mijn livestreams dragen, dat je hem al helemaal goed kan zien. Dan kan ik hem gewoon helemaal showen, maar boys... Gewoon muik in die attic. How about that? Wacht, dat je hier moeten we niet omhoog willen. Hier willen wij zelfs. There we go. En dan hopen wij maar dat hier een kist ligt. There we go. En dan zit er in een ar. Er zit een ar in. Wauw, dat is hoe alle coole kinderen het zeggen tegenwoordig. Een ar. Toch? No lies, no deception. Oh no! Oké, never mind. Ik faal. Want ik weet dat hier ligt nog een... Ah, lame. Ik had moeten wachten met die fucking shield te nemen. Holy shit. Holy shit, dat ben ik stupid. Maar dit kan gebeuren. Maakt niet uit. Maakt niet uit. Het kan gebeuren. Hallo. Hallo. Zo willen we het. En dan zo. Zo. Er ligt daar altijd een ammo box. Kijk, ik leer het wel. Jongens. Ik weet hoe alles werkt. Ik heb al een keer een win gehad, weet je. Maar het komt wel goed, nee, maar ik vertrouw me maar. Ik het ooit. Someday. It'll be all fine. Verdomme. Hallo. Jij was stupid as fuck. What the hell. Maar, deze Fred had gewoon een pumperoni. Had gewoon een pumpshotgun. Ik word niet goed. Waarom attackte hij mij niet? Ik attackte jou echt gewoon stupid as fuck. Nou, dat viel wel mee trouwens. Maar ik had je. En zonder te care, zonder om te draaien of zo. Oké. Hij was echt stupid. Hij had echt geen idee dat ik achter hem liep volgens mij. Oké, sure. Hello. Ik hoor de kist boven. Hello. How are you doing, chest? Waar moet ze trouwens lopen, zie ik nu al. Godsamme, wat is dat stom. Weet je, we gaan een normale granaat. Die vind ik veel chiller dan. Hi! Dripgranaten, never mind. Weet je, ik ga alleen nog dit looten. Dit hier al. Dus tenzij dit al geloot is. En dit is al geloot. Jongen. Oh, hetzelfde verhaal met het geloot tegenwoordig. Hallo. Oké, we gaan deze laatste kist pakken en dan gaan we lopen. Want ik moet echt wel een stukje gaan lopen. Zeg maar dat hier een... Ja, slurp, weet je? Kijk, we nemen hem in. We hebben geen ruimte. We nemen hem wel in. So, you know. It's something. Hello. En dan moeten we rennen. En nemen we deze mee. En dan gaan we rennen. Hello. Oké, boys, we moeten... Hoe ver zijn we? We moeten echt moken ver rennen. Het is echt insane, wat de hel. Mijn broeder. We moeten echt moken stuk rennen, gast. Oké, let us try. We gaan het wel halen. Ja, dat redden we wel. We'll be fine, you know. Mijn muik t-shirt en ik hier. Muik. We redden het samen redden. Dacht ik hem misschien nemen. Samen redden we het wel. Komt goed, let op. We zijn even naar de brug toe lopen. Ik zie als het goed is. Kijk, kistje. Ik weet niet of het verstandig is om die nog mee te nemen. Ik bedoel, 38 live, you know. Naar Beieren. Hallo, wat zit hier ook? Oké, er zijn 100%. Er moet wel iemand zijn, toch? Er kan niet iemand zijn. Het zegt, you know, druk. Nou, druk niet, maar er moet wel iemand zijn. Of is dit unloaded? Dat kan ook nog wel eens. Hallo? Ik ga toch wel even voor de kist. You know, het is altijd gratis loot. Het is altijd nice. Altijd... Ik doe bijna naar beneden. Kijk, toch weer mini-shields, weet je. Als ik niet had gegaan, had ik nu ook geen extra mini-shields. Dus, wij gaan er gewoon voor. Yaddle de da. We gaan ervoor samen met Po van Teletubbies. Hell ja. Ik heb wel resources nodig, maar... Dat komt wel goed. Daar komt goed. Kijk, hakken we deze even om. Hakken we dit even om. Die steen kan je niet echt omhakken, maar... Het gaat om het idee. Het gaat om het idee dat wij denken dat we steen omhakken. Oké. Ik vind het een enige... Zijn dat nou gewoon... Twee lama's? Holy shit! Gast!
De cirkel komt eraan, maar... Holy shit! Twee lama's zijn gewoon naast elkaar. Oh my days, wil ik ze hebben? Ik ga ze gewoon... Gasten, dat red ik niet. Weet je, we gaan er eentje pakken en dan gaan we terugrennen. We gaan er eentje. We gaan voor eentje. Die andere kunnen we niet pakken. Maar dude, twee fucking lama's naast elkaar. What the hell? Oké, dat is wel echt insane. Hallo. Dat is best wel apart. Oké, we gaan alleen jou pakken. Die andere skippen, want dat redden we niet voor de cirkel. Want het is al krap. Zo, beam. Kijk, nu hebben we tenminste resources, weet je. Kijk, nou, we doen het niet. Te risky. We moeten namelijk wel echt rennen voor die cirkel. Kijk hoe snel gaat hij. Ja, weet je, we doen het niet. YOLO. Ondanks dat ik wel twee medkits heb. Weet je, nou, maar fuck dat. Ja, fuck dat. We gaan wel gewoon doorrennen. Ik bedoel, je moet ook aan die cirkel denken, Maxi. Maar we hebben gewoon twee lama's, jongens. What the hell, dat is echt insane. Dat is echt by far gewoon legit insane. Twee lama's naast elkaar. Tenzij dat wel meevalt. Maar volgens mij, ik denk dat het insane is. Oké, er zijn er nog 25 live. Hallo mensen. En ik heb één kill. Ik ken nog helemaal niemand na trouwens. Helemaal niemand, één iemand tegengekomen. Maar ik zou er wel meer tegen willen komen. Ik denk dat ik op zich nog wel die andere lama ook had kunnen pakken nu ik zo naar de cirkel kijk. Of... Ik weet het nu niet. We komen erachter. Oké, ik word eruit licht eens aan het knippen. Waarschijnlijk moet ik ook eten, maar maak het potje af. Want, jongen, wat gaat er met het idee? Oh jee. Ja, dat redden we wel. We hadden waarschijnlijk ook die tweede lama ook wel kunnen pakken, maar ik ben niet goed in inschatten. Dus, sad times for the boys, I guess. I guess dat het dan maar gewoon de sad times zijn. Hello. Oh, ik zie iemand lopen daar. We gaan erop af. Let us hurry. Oké, zit hier nog iets goeds? Volgens mij niet echt, hè? Nee, er zit niet echt iets nuttigs. Ik zag er iemand. Daar, kijk. Daar liep iemand. Althans, daar werd gebouwd. Maar loopt hij er ook nog? Is hij er nog? Is het nog? Zijn de jaargetijden nog steeds van dolle waardoor wij hem kunnen killen? Of is het alweer... Oh, ik zie hem nog. Kijk. Hallo, ho, hallo, ho, 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 jongeman. Heb jij een minigun? Hallo, rustig aan, jongen. Denk eens om je hart. En heel gauw. Kijk, we kunnen hier doorheen kijken, zoals like this. Maar ik moet ook oppassen dat hij er niet aankomt. Ik heb een idee. Dit gaat vast goed. Dit... Oh no, hij zit daar. Oh no. Ik ben gehit, ik word niet goed. Hij wordt gesniped. Oh, dit komt perfect voor mij uit. Oh. Als wij nou gewoon doorrennen, let op. Als wij nou gewoon doorrennen, heb ik een idee. Wat dachten jullie ervan, jongens? Let op. Let eens op, mijn jonkvrouwen. Wat de wilde walnoot eens gaat proberen met deze prachtige tactiek. Die alleen de echte walnoten kunnen. Let op. Daar komt hij. Kom maar zo aan. Oh jee. Hij valt naar beneden. Heeft hij het overleefd? No way. Hello. Oké, wie survived? We hebben het overleefd. Barely, want we gaan nu dood. Oh my days, gast. Oh my days. Bouwen. Oh my days. No!
was close. Dat was een close call, jongens. Maar we hebben in ieder geval een leuk potje gehad. Dus het was niet een lang potje. Maar ik heb niet veel tijd om nog verder op te nemen. Sorry voor het korte potje. Het was een leuk potje. Ik had 2 lamas gevonden. Ik had 2 kills. Bijna 3 kills. In ieder geval bedankt voor het kijken. Doe duimpje omhoog. Ik moet eten nu. Dus voor jullie ook eten maken. Als je toevallig ook moet eten. Doe nog even voor het buikje. Nee. Duimpje omhoog. Tot de volgende keer. Bye bye.